We zijn aangekomen in het moeras. En we zijn er dus achter gekomen in de vorige video dat de prins niet langer zomaar een vermiste prins is. Maar een soort van een demonische invloed heeft. Ja, ik noem het gewoon hooikors. Mocht wel een probleem, ja. Ik ben benieuwd. En we zijn dus aangekomen in een of andere shantytown. In een moeras. In een moeras. Het is mogelijk een beetje heig. Waarom kan ik me niet bewegen? Oh, ik zat er bij muis. Zijn we met z'n tweeën, maar... Nee. Ik kom wel. Goed. Is er boven? Waar boven? Daar, ja, waar jij in stond. Wacht. Erg precies boven die haak. Oh, ik kan er niks in gooien. Wel een bal? Ja, wel een bal. Oh ja, ik zie het, ja. Er zit een hele grote fles daarboven. Kan er misschien een plank hierop? Waar ik sta? Dat kan als wij hier weg zijn. Cornelis schiet jou even dood. Ik wil mijn lijn niet doodschieten, dus ik... Dat is wel pijnlijk, zei ik. Ik wil een loopplankje. Jij wil een loopplankje. Iemand wil een loopplankje. Mag ik? Gewoon springen, gaan, lek. En dan erachteraan naar beneden springen. Shhh, ik wilde die haak pakken, maar het lukte niet. Laat mij. Oh, we worden aangesproken. We have observed your quest across these woodlands with great interest. Zie je dat nou? Demonen! En ik zal je helpen. Muddy waters are speaking to us. Wat? And with wat? Oké. Okay. Oh, ik heb op exit to main menu geklikt. Oh. Ik kan gewoon joinen, Marjolein. Dat weet ik, sorry. Ik ben er weer. Wat een vrouw. Nou. Maar goed, we kunnen hier dus niet opstaan, want er komt stroom op te staan. Ik denk dat daar dan ook stroom op. We kunnen wel. Waarom krijg ik gezien? Wacht, dit is van hout. Er komt geen stroom te staan. Die wel. Stroom. Het blok eerst, de hout. Maar waarom kan ik dit blok überhaupt pakken? Waarom is het een ding? Ik denk dat je een... Dit is jij een touw moet maken. Auw. Ja. Lekker. Sorry, dit kan heel vaak gebeuren. Ben je alleen? Wacht nou! Oh, ik doe niks! Je maakt de contact met de plank. Tussen de... Ik deed letterlijk niks. Maar het zal wel mijn schuld zijn, dat is toch makkelijk. Ik ben aan het kijken hoe ik dit kan doen. Ja, ik was niks aan het doen. Dat draagt doorgaans bij aan kijken. Maar nu... Oké. Hey, super, dankjewel. Lekker. Nee! Jij duwde mijn kist weg. Nee, jij swipet mij naar links. Met gooien. Ik kan niet naar links gooien. Ik kan alleen naar beneden gooien. Nee, ik kan nu met een nieuwe skill toch naar links gooien? Nee, ik kan een plank naar opzij schuiven. Is dat? Vrij snel. Why are these shadowy beasts all over the forests, even without Celius? The Nightmare Prince's magic has drawn out fear and darkness from within all the woodland. Ah! What the fuck? Eén tegelijk. Ik kan hem recht schieten. We're following voices of mysterious swamp ladies now. Don't worry. If it's a treacherous pack of evil villainy, our sword will protect us.
And if it's not, then we get to meet the owner of that lovely voice. Owner of that lovely voice? Yeah. Ik blijf niet staan. Kan je met een kistje een brug maken? Wat kan ik? Met een kistje zeg maar en dan de plank op. Je kan ook de plank op het einde leggen aan de overkant en dan kan ik een touwtje spannen tussen de plank en de... Oh nee, deze plank kan ik niet aan. Nee, ik kan niet. Ja, die plank glijdt niet. Wel. Dan kan ik daar nog een kistje op zetten, wou ik zeggen. Ja, dat is... Maar Corné moet even die kogels tegenhouden. Als Corné er van die kist afgaat, dan kan ik die kist hiervoor houden en dan kun jij erop. Ja. Dit kan kapot, denk ik. Ja, heel goed. Oh, ja. Yeah. Kunnen we er nu wel overheen springen? Oh nee, als je er tussendoor kan, dat is geen hele ruwe. Pak die plank weer. Ah ja, lekker. Ik laat Corné eerst lopen. Ja, dat komt goed, dat komt goed. Ja, lekker. Pak te maken. Is een evenwicht gebeuren? Ja. Er wordt ook weer gevocht hier. Two ropes at the same time. Oh ja, die moet ik even... Oh ja, dat kan al. Oké, lekker. Dan kan je dingen kopen voor extra streng dingen. Daar moet een plank op, denk ik. Oh, daar kan ik wel aan. Ik kan het niet. Goed idee. Ja. Moet hier iets mee? Oh nee, dit is alleen een generator. Sorry, ik elektrificeer mezelf. Ik schoot mijn eigen vel. Waarom kan ik dat ding bevriezen? Wat is het praktisch nut daarvan? Daar kan ik niet op. Hij schijnt. Je kunt hem ergens anders niet meer aan vastmaken. Ja, dat geeft stroom. Wel, dit. Kun je een kistje in het water zetten op het eind? Ja, maar er komt dan stroom op te staan. Ja, maar op het draadje volgens mij niet. Als in, ik kan hier gewoon op lopen. Maar daar heb ik niks aan, want ik kom niet hoog genoeg om daar te komen. Kun je een hoger kistje maken daarop? Komt er ook stroom op te staan? Ja. Sorry, Corné. Yeah, it's well. Explains all the pipes around the bomb. Ik kan Cornelie niet komen. This place has been abandoned for quite some time. Hier moeten we stroom opzetten. Corné? Ik ga een verbinding maken naar dat ding toe. Voordat we dat doen, gaan wij op een veilige plek staan hierboven. Lekker. Oké. Okay. Ik denk als ik hem losmaak dat dan die deur ook weer dicht gaat, ja.
respect, collega. Sorry. Dus bij jullie komen staan. Beide. Ik kan nog een plank maken. Ik kan niet nog een plank maken. Ik kan maar twee dingen maken. Als ik een plank maak, dan verdwijnt er weer zo'n ding. Ja. Maar misschien kan ik hem zo schuiven. Ja, ja. Kijk, ik kan winst boeken. Ja. Ja. Jij zegt ja, maar wat hebben we hier aan? Dat ik nu hier ben. Ja. Oh, wacht. Oké, of wacht niet. Ik kan die plank nu niet oppakken, ja, dat nu wel. Kijk, maak ik een touwtje. Oh ja. Oh, wacht. Dat was geen touwtje. Kan niet. Ja. Je hebt bijna geofferd. Oh, dat was cool. Ja, ik heb hem, die grote. Nee. Er wordt weer gevochten. Oh, I hate seeing the wilderness in this state. Ja, het gaat niet goed met de wildernis, inderdaad. Kom eens hier. For once, I agree with Sawyer. After this quest is done. Kusje hier beneden. Doorbouwen. Op die ring. Vastmaken. Ja. En dan hier plak weer een kistje. Een brief. Yay! Yes. Fall door de map heen. Dear Sir Amadeus the Wizard, yeah. Hero of Trine, attached you will find the unpaid bill to the Snow-like Wizard Rogue Cressy services you used during the Wizarding Conference. What? Please send your account with us at your earliest convenience. Attached here is a list of services. Sandal shining, pointy head maintenance, and one bag of peanuts. Grenade! Those were supposed to be cool, het is een lijpe lift. Kunnen we hier naar beneden? Ja. Ja. Oké. Ja, zo zijn we er al. Ja, lekker. Cornelie. Jawel, ik ben er Lekker. Kan je hier nog naar boven? Ik kan daar ballen in maken. Doe maar. Maak maar een bal. Dat is mogelijk wel een uitdaging. Nee, dat ga ik niet plannen natuurlijk. Nee. Nee, ik kan die links, kan ik, dat kan ook niet. Ja, wacht. Of alleen deze waar ik sta blokken. Ja, wacht. Ja, zo ja. Deze blokken. En dan kan ik Cornelie moet tegenhouden. Ik kan twee ballen tegelijk maken. Maar dan ben ik bang dat als ik nu een bal maak. Ja, dat gebeurt. Wacht, Cornelie, ga eens op die bal staan en hou die kogels tegen. Ja, dan kan maar alleen een touw maken. Oh ja, natuurlijk. Lekker. Hier is iets. Kijk. Hoppa. Ik kan die vijanden op elkaar gooien. Ik hou hem weer vast. Handige skills. Sowieso. Ja, kan. Nee, ik kan deze pakken.
Kun je zo'n ding bevriezen toevallig? Dat kan wel. Oh, dan sterf ik natuurlijk wel. Kun je hem bevriezen als hij halverwege is? Oh, ging ik hier dood? Ja, omdat die kogels van Corné daar nog naartoe gaan. Je moet hem even ontvriezen. Ontvriezen? Waar wil je hem hebben? In het midden. Ja, perfect. Dat ze bevriezen allebei, zie je dat? Ja, ik zie het. Lekker. Hebben we die dingen nog? Of echt? Ja. Nee. Of ik heb toch wel skill points te veel. Ja. Ik denk kistje en kistje. Maar dat kan niet. Jawel, dat kan wel. Dat kan. Ja. Ja, ik kan. Dat is één. Maar... Wacht. Want je kunt daar niet op staan, hè? Nee. Daarom wil ik hem verder hebben, dan kan ik hem daar... Kijk, nu kan ik hierop staan en vanaf hier... Oh, kut. Zo dan. Oh, lekker. Maar alsnog denk ik nu, hoe gaan we daar dan komen? Hoger kistje erop? Oh, nee, ja, dan valt de eerste kistje weer weg. Ligt hier nog iets van hout? Wat ik mee kan nemen? Nee. Oh ja, wacht. Deze stalen kist kan nog mee. Dan heb ik een extra kist. Hier. Oh ja. Als we die daar bovenop maken. Kan ik misschien... Daar bovenop? Helemaal bovenop? Ja, ik denk dit. Ja. Oh kut, dat is te ver. Zit vast? Zit vast? Zit weer vast? Oh, sorry Konijn. Nee, ja. Wat wil je? Ik weet nog niet. Ik wil iets proberen. Mag dat ook? Dat mag. Ik heb het allemaal niet. Als jij dan zo... Oh, dit wil ik niet. Ik zit weer vast. Ja. Wat ik wil is... Als jij zo blijft staan en niks doet, dan kunnen wij erop lopen. Ik val er doorheen. Ja, hij was te slap. Hij was te slap, hè? Wat wil je nou dat ik zeg? Corné krijgt het tyfus. Oh, hij spant hier. Ik ben er gewoon. Lekker. Wat een strijder. Kijk, wee. Kunnen we hier ook? Oh, nee, jij kan... Wij kunnen gewoon overheen teleporten. Ik vergeet dat steeds. Wij kunnen teleporten, Corné en ik. Nee, niet op mijn kistje gaan staan! Ja, maar dat doe ik. Ik probeer naar de hoek te lopen zodat ik niet te veel in de weg sta. Daar zijn we. Ik ga er niet, ik schrijf even op mijn kistje. Nee, dat weet ik, mooie lijntje. Ik ben gewoon fanatiek. We were lucky back then, that all the necromancy was limited to fairly small piles of bones. Although a fight against an undead dragon would have been a tale to remember. Corné, ik weet niet wat jij doet, maar... Hetzelfde wat jij doet. Dat ding schiet mijn draadje kapot, dat is het. Dus? We moeten die dingetjes blokken. Ja, dat lijkt mij een goed idee. Waarom kan... Ik kan hem niet vastmaken. Corné? Met Corné er staan. Ja. Ja. Dan kun je hem vastmaken aan de volgende. Oh nee, dan moet dat ding daarboven moet geblokt zijn. Dat kan ik zo doen. Kan ik hem alleen niet vasthouden? Nee, maar dat kan. Lekker. Ja. Nice. Naar zo'n schild hangen, die blijft zweven. Staan, er doorheen. Oh. Ah! Nope. Ik spawn ook helemaal hier! Ik ga daar gewoon die ballen inspannen. Waarom doen we zo moeilijk?
Hier. Kom. Oh nee, er staat stroom op natuurlijk, dat kan niet. Ik kan aan die bal hangen. Dan kan ik die dingen pakken en dan kan ik naar die hendel. Ja, oké. Wacht. Oh, dan zet je de stroom uit. Ah. Lekker. Oké. Ik ga hem af en toe met een manier om een dead counter te maken. Niet bij te houden. Ik vind wel dat jij leuk sterft. Ja, ik vind ook dat jij leuk sterft. Oude man. Ik vraag me af waar dit voor is. Wil iemand even gaan kijken? Nee? Dat weet ik. Maar wat voor is? Waarom zit dat niet? Is daar boven iets? Ja. Niet. Nee. Oké. Okay. Ik denk alleen die twee flesjes. Oh, ik kan niet. Kan niet uit. Hallo. Ja, wacht, ik kom goed. Lekker. Ja. Zeker lekker, hier moeten we weer iets op stroom brengen. Ja. Waarschijnlijk. Kun je die bevriezen? Nee, mijn kist. Nee, en dan niet gisteren aan. Dan komt hij niet verder. Oh, met een plank. Ja, dat is een goed idee. Ja. Lekker beneden. Plank, hè? Hoi, yo. Gekke fluitketel sound. Ik ben bang. Oh, dat kan niet. Kan ik doen? Nee, ja. Ik kan gewoon door het water lopen. Ja. Dat is een huisje. Oh ja. Corné? Dat is een zeemeermin. In exchange for you helping my friend the sea, I'll give you some of my magic. Zij is bevriend met de zeehond. Oh, thank you. Without your assistance, we'd surely be lost. Kindness begets kindness, heroes. Oké. Magische zeemeermin. En wij moeten deze magische fles brengen naar haar vriend in het bos, wat een beer is. Wat? Following the mermaid's advice, ja, diverse wijk. Pontius en Zoya made their way. Wat zeg je nou? Een diverse wijk. Hele diverse wijk. Das, een egel, een zeehond, een zeemermin, nu een beer. Ja, 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 ja. Wat denk je van een ambtenaar? Wij gaan de beer ontmoeten in de volgende video, denk ik. Ja, we gaan bij beren op de weg zien. Dus ik, oeh. Hij is geen broodje aan het smeren. Wow. Hij heeft maar één beren. Ja, precies, die andere boter en mes gaan halen. Ja. Nee, daarom. Hij heeft wel stomp gekregen als huis. Ja, ik zie het. Stomp. Ja. Beren zelf. Ja, man. De huis is net zo groot als die beer zelf. Ja. Heb ik liever een stomp dan een beuk? Ja. Waarschijnlijk heeft hij dat huis gebouwd, het duurde te lang, werd zijn vrouw boos en zei die bear with me. Ja, maar hij heeft dat huis natuurlijk gebouwd met zijn bare hands. Je hebt het gevierd met een berenklauw toen het klaar was. Oh. Ja. Waarom zijn we zo populier aan het doen? Ja, precies. Mooi, hè? Ja. Ja. Ik stel voor dat we hiermee gaan afronden. Ja, ja, de sfeer wordt een beetje grisly zo. Ja,
We waren wel weer goed bezig. Ja, man. Oh. Het verbaast me dat die mannetjes van ons daar gewoon stil blijven staan. Ze hadden ook kunnen gaan ijsberen. Mooi, man. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Ja. Wij zien jullie in het volgende deel. De Blueberry Forest. Joejoe. Joejoe.